Welkom. Voordat ik het woord geef aan mevrouw Van der Plas, meld ik u enige bijzonderheden over dit debat, dat in vorm afwijkt van het gebruikelijke debat, want dit is een interpellatiedebat. En mevrouw Van der Plas geef ik straks als eerste het woord. Ik sta nog geen interrupties toe. Mevrouw Van der Plas heeft 4 minuten de tijd. En vervolgens zal de minister antwoorden op de vragen van mevrouw Van der Plas. En ook daarbij sta ik geen interrupties toe. En daarna zullen we, zoals we dat kennen, een tweede termijn doen met alle deelnemers aan dit debat. Dat is een interpellatie, uitgevonden in 1848. Mevrouw Brommet. Ik zou graag een ordevoorstel doen. Wij hebben gisteren de stukken gekregen van de minister. We hebben ook gezien dat de natuurdoelen zoals die beoogd zijn in de verste verte niet gehaald worden. En dat lijkt mij alle reden om daar een inhoudelijk plenair debat over te voeren. Dat hoeft niet vanavond, want ik denk dat iedereen kennis moet nemen van de stukken voordat we daar een goed debat over kunnen voeren. Ik was het aan het aanmelden ook bij de regeling van werkzaamheden voor aanstaande dinsdag, maar ik begreep dat de VVD dit ook al aangemeld heeft. En ik zou ook de geste naar mevrouw Van der Plas willen maken om haar dan als eerste spreker bij het debat op te voeren en dit debat dan eventjes te laten zitten. Maar u doet een voorstel voor een inhoudelijk plenair debat. We staan op het punt om te beginnen aan een inhoudelijk plenair debat. Nou, voorzitter, dit debat, als ik het goed begrepen heb, gaat over de informatievoorziening aan de Kamer en niet over de inhoud van die stukken, want die hebben we gisteravond pas gekregen. Dus, en dat is een heel lijvig stuk. We hebben ook geen reactie nog van het kabinet, dus wij kunnen daar niet inhoudelijk nu over spreken. Oh, dan begrijp ik het goed. U wilt over de inhoud praten en niet over de klacht van mevrouw Van der Plas, zal ik maar zeggen. Ja, dan wilt u eigenlijk een ander debat. Dat wilt u op een ander moment dan ook, begrijp ik, hè? Ja, voorzitter, maar wel snel, want het is belangrijk en elke dag telt. Maar dan zouden we het dus niet vandaag doen, maar op een ander moment. Ja, dus dan wilt u dit debat uitstellen. Dan moet ik gewoon even kijken of daar een meerderheid voor bestaat. Want dan houden we dit debat. Dit debat doen we dan vervolgens niet. Ik ga even kijken of er een meerderheid voor bestaat, dat is heel simpel. De heer Van Kampen van de VVD. Voorzitter, ik voel echt wel inhoudelijk mee met de worsteling van mevrouw Brommet. Want ook wij willen heel graag dat inhoudelijke debat voeren. Tegelijkertijd zijn er wel hele zware woorden gevallen, zoals weigerbrieven en andere zaken. Dus ergens heb ik er ook wel de behoefte aan om nu de komende, anderhalf uur de tijd te nemen om de minister haar kant van de zaak te laten belichten. Dus hoewel groot en erg veel begrip, geen steun. Ja, mevrouw Nijhoff van de Partij voor de Vrijheid. Dank u, voorzitter. Voorzitter, wel steun voor het voorstel om zo kort mogelijk termijn op de inhoud over niet alleen dit rapport, maar meerdere die van de week verschenen zijn. Maar ik zou ook zeker niet willen dat het interpellatiedebat nu niet wordt plaatsgevonden. Ja, dat is dan feitelijk geen steun. Mevrouw Hertzberger van NSC. Ja, ook namens fractie NSC wil ik zeggen, wij willen en-en. Dus wij vinden twee aparte punten. De inlichtingenplicht van de Kamer, dus het interpellatiedebat nu en het inhoudelijk debat. Ja. Mag ik daarbij nog een vraag stellen over het interpellatiedebat? Nee. Over wat u gaat toestaan aan dat doen we hierna weer even. Okay. Want het wordt ingewikkeld voor mij. Ik ben een heel simpel mens. Mevrouw Beckerman van SP. Voorzitter, wij sluiten ons daarbij aan. We vinden het logisch dat de collega Van der Plas nu een interpellatie heeft met de minister en over primair dat informatieverzoek en dat we inhoudelijk debat snel op een later moment plannen. Prima. De heer Tjeerd de Groot van D66. Mevrouw Van der Plas had natuurlijk een punt, voorzitter. Als de Kamer verzoekt om stukken, dan moeten die gewoon gestuurd worden. Maar die stukken zijn er nu en het lijkt mij dan dat de noodzaak van dit debat is komen te vervallen. Dus steun voor het verzoek van mevrouw Brommet. Atlet Kostic, Partij voor de Dieren. Ja, de regering is inmiddels berucht in het niet of slecht informeren van deze Kamer. Dus ik begrijp de BBB daarin. Maar volgens mij is het voorstel wat GroenLinks nu doet, is om te combineren met een inhoudelijk debat. En volgens mij kan het prima samen dan dus steun voor het verzoek van GroenLinks. En dat was het. Zou ik bijna u vergeten, mevrouw Van der Plas? Ook onaardig, hè? Ja, ik vind het een heel raar verzoek. Want het is gewoon, als je een debat wil over de natuurherstelverordening en de gang van zaken daaromheen,
dan staat het je gewoon vrij om in bij een regeling van werkzaamheden daar een debat over aan te vragen. Ik heb een debat aangevraagd wat gaat over de informatievoorziening. Het gaat inhoudelijk niet over de natuurherstelwet. Dit had over elke andere brief of rapport kunnen zijn. Ja. En ik denk dat het recht is van een Kamerlid om daar een interpellatiedebat over aan te vragen. En die is toegekend en die gaan we wat mij betreft gewoon houden nu. Nou, ik heb net een ordedebat ingelast en daarbij stel ik vast dat er geen meerderheid voor is om dit debat uit te stellen of wat dan ook. Dus we gaan gewoon nu het interpellatiedebat.